Ja, de energietransitie is een heel inspirerend vraagstuk, omdat we bouwen aan de wereld van morgen op weg naar een duurzaam systeem. En tegelijkertijd kun je het niet loszien van wat er nu allemaal gebeurt. Energiearmoede, mensen die letterlijk moeten kiezen tussen de kachel aanzetten of eten koken. Het zijn signalen van dat we in het middenpunt van die transitie zitten, op het kantelpunt. Dat het oude systeem dat niet meer werkt. En wat komt daarvoor in de plaats? Als je daaraan wil bijdragen, dan is dit het moment. Ja, ik denk dat studenten hier heel veel uit kunnen halen. Deels omdat het ook, dit is hun systeem, hè, dit is hun wereld. Dus neem dat in eigen hand. Kunnen we de taal van B, de wereld van B benoemen? Van A naar B via de regels van B. Hoe ziet B eruit? We gaan niet in gevecht met het bestaande systeem, maar we proberen er voorbij te komen. Wat voor regels horen daarbij? Wat voor financiering? Maar ook welke partijen? Dus niet steeds dezelfde, maar de nieuwe mensen, de nieuwe blikken van B inbrengen. We zitten aan het einde van wat we kennen en wat goed functioneert. Daarom hebben we nu allerlei problemen rondom energie. Maar wat nou het nieuwe wordt, dat weten we nog niet. De transitie is overal om ons heen. Het is aan het gebeuren. En tegelijkertijd is het ook heel ingewikkeld om te zien van waar het heen gaat. Hoe het zich ontwikkelt. En daar moeten we met elkaar mee aan de slag. En gaan ontwerpen en gaan zoeken en verkennen. En kijken of we die oplossingen van morgen kunnen ontwikkelen. Wat ik interessant vind aan de Transform Hackathon is dat het niet alleen maar denken over of praten over is. Het is echt doen, aan de slag, kijken of we kunnen bijdragen. Nou, de belangrijkste reden om mee te doen is dat je zin hebt om bij te dragen aan dat nieuwe systeem. Je hoeft er niet alles van af te weten, je hoeft geen energie-expert te zijn. Het is dat je zin hebt om vanuit het open mind bij te dragen en dan breng je gewoon je specifieke expertise mee. En dat kan zijn dat je alles van design weet, dat je een kunstenaar bent, dat je creatief bent. Dat je beeldend bent. Het kan ook zijn dat je alles weet van economie of maatschappij of bestuurskunde of van het energiesysteem. We zitten net in de overgang van het oude naar het nieuwe. En dat nieuwe, dat moeten we met elkaar gaan bouwen.